Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Onderweg naar Maretti Lighting. Voor ons appartement, hè, om alle lampjes uit te zoeken. En hij vindt het mooi. En wij hebben een nieuwe haarlook. Love it. How gorgeous is my sister. Oh, ik vind het zo leuk, het haar. Dat is cool. Wij gaan vandaag Teddy Solid shooten. Oké, ik ben het inpakken voor Ibiza. En echt... Where to start? Ik moet aan zoveel dingen denken. Normaal ben ik een heel chaotisch persoon en Mike ook. En ik heb Marini mee, die is altijd mijn personal assistant. Ja. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het was weer wat vertraging aangezien John en ik volledig in ons inkoopseizoen zaten en heel druk waren. Maar ja. We zijn nu weer back on track. Back on track, 2 weken straks gaat niet meer gebeuren dat we een vlog gaan vergeten. Wat ga je nu zien in de aankomende weekvlog? Wat je gaat zien is Ibiza. Ibiza. En wij hebben onze nieuwste wintershoot op kantoor met Tarone. Onder andere deze hairstyle. En wij hebben een nieuwe haarlook. En ik ga langs bij Maretti hier voor ons appartement qua lighting. Dus blijf kijken, abonneren. Love. Oké, wij hebben gisteren een superleuke shoot gehad. Ik heb mijn wimpers bewaard, zoals jullie kunnen zien. En ben er zelf met make-up overheen gegaan. Vandaag de Robin shoulder pads met een leuke jeans. Ik, Mike, papa en mama gaan eerst naar Maretti voor onze belichting uitkiezen voor ons appartement. En daarna ga ik naar Marie toe met Mike en Rock natuurlijk. Om ons haar te laten invlechten door Chiros. In boxbreed, want wij hebben deze week ook nog een shoot. Dus druk, druk. Ik ben nu alles aan het inpakken. Rocket en Mike slapen nog. Het is 9 uur. Het zijn slaapkopjes. En dan maak ik ze wakker, want om 9:30 staat mama en papa. En dan moeten we ready zijn. Onderweg naar Maretti Lighting. Wat een gaaf pand is dit. Woehoe. Hoe gaaf is dit pand? How nice. Over licht gesproken is hier niet zo goed. Huh? Wij zijn er. We gaan lekker vast licht kijken. Woehoe. Ik vind het ook niet anders dan de avond binnen en de oh ja, dat is het. Ja, precies. We zijn nu weer outdoor. Dat is echt onze lampen. Mooi, ja. Zullen we zijn vandaag? Bij Maretti Lighting. Voor ons appartement, hè, hoor. Om alle lampjes uit te zoeken. En hij vindt het mooi. Wow. Oh, wat mooi. Wat een kijk. Nou, niet hoe gaaf. Je hebt hier dus verschillende showrooms. En elke showroom is natuurlijk een andere vibe, een andere sfeer. Ik zal zo even onze sfeer laten zien. Maar hoe groot is dit pand? En Robert heeft te schattige schoontjes aan, zeg ik het wel. Kijk, die kleine voetjes zo. Ja, dit vinden wij dus het mooiste. Het weggewerkt, hè. En dan eigenlijk dat spotje. Zo weggewerkt in de muur. We love it. Met Gianni naar Maretti Lighting geweest voor ons huis. Het is zo goed bevallen dat jij ook bent geweest. Ja, ik ga voor ons appartement. We hebben een beetje hetzelfde look, maar wij hebben net iets minimalistischer. Heel veel LED-strips. En ze gaat het hele plan nog voor ons maken. Dus dat krijgen we nog terug. We moeten nog over onze keuken. Eigenlijk moeten we nog heel veel regelen. Heel veel regelen. Betonsereen van het hele huis is wel geregeld. Want Creative Mind doet dat. Dus daar ben ik heel blij mee. Echt heel blij. Heel blij. Flexiglas heb ik ook gevonden voor degene die het kan doen. Al het kasten, et cetera. En verbouwing wordt gedaan door mijn schoonvader. Voor de rest. Appartement is nog een beetje rot. Oké, voor de shoot van morgen zijn we bezig met box braids. Oh, maar die heet box braids. Het heet geen box braids? Jawel. Oh. Jawel, wel waar. Oh. En we zijn bijna klaar. Marie is van bruin naar zwart eigenlijk. En ik ga dan afkocht blond. Hoe leuk. En Marie heeft nog geen idee hoe het eruit ziet. Hoe leuk die lijntjes. Je moet ook vanuit het licht gaan zitten. The before, just a normal Julie Reiners. De normal. Dat is nog steeds normaal. Voor een andere haar. En dan straks met braids in het blond. Superleuk. Ja. Nu hebben we het ook leuk. Laat eens de achterkant zien. Gewoon los, zeg maar. Tada. En dan straks is het blond. How gorgeous. Achterkant. Ja, maar dat is nog niet klaar. Maar moet nee, het is niet klaar, maar goed. Het idee is er. Deze. Love it! Kijk nou hoe mooi dit wordt. Ik heb bij mezelf het helemaal niet gezien. Het is helemaal kaarsrecht. En je hebt blond, of course. Is het your own hair color? Ik ben echt benieuwd hoe het staat. Ik vind het echt heel erg blij met die van mij. Black. Zo ver mogelijk. Oh, zo is het goed. Jij zegt zo ver mogelijk. Het is een zonder geluid hoor, dit. Hey. Ja. Oh my god. Hoe leuk! Hoe mooi!
Laat me achterkant zien. Het onder ook allemaal heel mooi. En het is mega lang. Love it. Een vijfje. Morgen. Liv, jij niet. En nu you, maar jij hebt het niet in de make-up. Nee, dat is even zo. Nee, het is wel. Het is prima. En de achterkant? Wat zei je? Echt geweldig. Marie heeft dus haar eigen haarkleur. En haar zwart. En ik heb blond. Ons haar. Hoe komen wij op dit idee? Nou, je ziet heel veel van dit soort vlechtwerk eigenlijk. Steeds. We hadden natuurlijk eerst die kleine vlechtjes. En die vonden we... Super leuk op gereageerd. Ja, en dit is natuurlijk wel een iets andere stijl. Alleen, we vonden het super leuk. We zagen het bij de Kardashians voorbij komen. Bij wie eigenlijk niet. Mama heeft het vroeger ook altijd gehad. Met kraaltjes. Met kraaltjes. En wij vonden het gewoon heel leuk om weer iets anders te doen. Dus Shiro's kennen wij ook via Van Louise dan. Ze daar haar deed. Ja. En nog andere leuke meiden die daar ook kwamen. Ik denk, nou, hoe leuk om weer iets anders te doen voor ons shoot. En ik ben van de blond. Dus ik heb met blonde vlechten, zoals jullie kunnen zien. En ik met zwart met mijn eigen haar. Je hebt sowieso wat donkerder dan ik. Ja. En we zijn er echt helemaal dol op. Het is niet te maar zodat echt de kleding niet meer niet zeg maar zichtbaar is. Maar het is wel even een heel ander vibe, een ander lookje. En alle foto's gaan we eigenlijk nog posten. Maar als deze zondag zul je wel wat foto's al hebben gezien. Dus we zijn heel benieuwd wat jullie van deze haarlook vinden. Dus let us know. Hoe lang hebben we gezeten voor ons haar? Ja, wat denken jullie? Wij hebben ieder 5 uur lang in de stoel gezeten. Hoe langer de vlechten, hoe langer de tijd. Dus en ja, hoe dunner, hoe meer werk. Hallo. We hebben er 20 zitten. 26 of zo. 26. Wij hebben vandaag weer een shootdag. We hebben prachtige schoenen van Bob Berends geleend. En tas. Hoe gaaf. En natuurlijk onze eigen tasjes, eigen boetjes. Dat nog een schoentjes. En deze eventueel. Dit is het vibeje. Een zwarte achtergrond. En maar die is ook helemaal in het zwart. Hoe beeldig is ons haar. Wij gaan vandaag Teddy Solid shooten. Teddy pants. We krijgen een Teddy hoodie. Jassen. Knitwear. Sweater. Broek. En ook in het crème. En ik ben vandaag in het crème. En ik draag nu t-shirts met shoulders. En nat. En de broek. Beide in maat. S-girls, maar het valt heel oversized. Ik was ook maat XS. En Marie is achter mij het licht aan het testen. How gorgeous is my sister. Ze draagt ook weer te lang haar. Hoe leuk. En je achterkant van je haar. Ook t-shirt nat. Whip it. How nice. This is mommy with Livia. Hallo. And there's my sister. Zo leuk. Met een zwarte achtergrond. Ja, wil je even checken? Ja. Even checkie. Oh, ik vind het zo leuk, het haar. Ja. Kijk hè. Dat is cool. Die is leuk. Heb je er wel meer van? Met de whip your hair? Ja, deze is ook leuk inderdaad. Shoes aandoen. We gaan weer back to basic met de loesjes. Ja, op zich gaat deze wel opeens makkelijk. Oh, je hebt een piepschuim, zei ik al. Dat is wel leuk hoor. Die wil je natuurlijk wel weer houden. Ik wil die tas ook houden. Ja, ik ga die tas pakken. Hupsie. Ik vind het wel leuk als je het zo gewoon vasthoudt, hè? En dan gewoon zittende. Ja, dat is leuk. Een zittende vind ik wel leuker. Anders vind ik het zo geposteerd. Okay. Zo, ja, leuk. En kan je Loesje een beetje van zijn kant dat je huid ziet? Want je ziet nu zeg maar niet je schoenen meer nu je zit. Deze zag ik komen van een zwarte achtergrond. Ja, we hebben de vorige shoot dus heel goed ontvangen met die vlechtjes in de witte achtergrond. Dan denken we, nou, dan draaien we het om. Ja. Sowieso voor een zwart doek en dan met een ander vlechtidee. Dus dan is dit idee geworden. Een iets stoerder vibeje. En de kleding valt heel goed op, juist door dat zwarte doek. Zitten. Ja, sorry. Dus we hebben voornamelijk de nieuwste collectie geshoot en de Teddy. Teddy komt nog in de winkels, girls. Maar dat komt dus ook eind augustus. Allemaal eigenlijk midden september moet jullie rekening houden. Het is onmacht, maar daardoor wel desalniettemin super leuk om op te wachten. En nog exciter worden voor de nieuwe collectie. De shoot was super leuk. Harley had onze make-up weer gedaan. Terone fotografie. Ik en Marie als model natuurlijk. En dat was hem eigenlijk. Dat is het leukste eigenlijk. Wij zijn er dol op. Het toeval is dat Mike tegen mij zegt, het lijkt wel een beetje een Ibiza hair-achtig lookje. Weet je wel, handig voor vakantie. Alles vast in lekkere vlechten. En nu gaan we dus plotsklaps naar Ibiza. Ja. Want helaas zijn onze Reinders leveringen vertraagd. Hier kunnen we helaas zelf ook niks aan doen. Het is allemaal door corona. Zo, ja. Er zijn wel erge dingen op de wereld, maar het is niet zo leuk. Nee. Dus daardoor had ik nu opeens de ruimte om op vakantie te gaan. En Romain en Dani gingen. En toen dacht ik, oké, ik pak hem ook gewoon eventjes mee met Mike. Aangezien ik hem best... rollercoasterseizoen heb gehad. Ja, voor zelf. Emoties. Eventjes lekker rustig zelf komen. Stinky natuurlijk ook. Eventjes rust. En waarvoor ik niet meegaan, ik ben niet uitgenodigd. Nee, grapje.
Jij en ik zitten volop in onze huisverbouwing. En we hebben echt de drukste week ever komen eraan. Dus wij kunnen gewoon niet weg. Kom wel gewoon. Niet daar. Kon niet. Dus Jij en ik gaan gewoon een beetje einde van het jaar en anders volgend jaar lekker op vakantie. Maar ik denk zodra ons nieuwe huis af is dat wij nooit meer ons huis verlaten. Nee, dan ben je helemaal, ben ik helemaal een huismuis. Dus nee. Daarvoor zijn Jij, ik en Lindy niet mee. Maar Sjoe gaat heel gezellig met Romee, Daan en Bel. Voor het eerst met de baby's. Wat verwacht je ervan, vliegtuigwind? Ja, wat verwacht je ervan? Ik denk dat alles gewoon goed gaat. Ik het gewoon... Oh. Hij zit huilen toevallig. Hey. Hoek helpt nooit, wilde ik zeggen. Dus wat jullie ook gaan zien in de vlog, dat Hoek alles beperkt. Ik heb eten, ik heb alle medicijnen, ik heb hydrofiele doeken, ik heb baddingetjes, ik heb mutsjes, ik heb lepeltjes, ik heb voeding. Ik moet aan zoveel dingen denken. Normaal ben ik een heel chaotisch persoon en Mike ook, en dat kan nu niet. Nee. Ik heb zelfs, en ik heb Marini mee, die is altijd mijn... personal assistant. Ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar die regelt altijd alles heel goed. Dus ik moet echt alles... Kijk, tuurlijk kan je het ook in Ibiza kopen, ik wil het wel gewoon even goed mee hebben. Ja, en je gaat een beetje, dus Jules heeft ook echt... Nou, je hebt alle dingetjes wel, maar voor het eerst met een baby is het natuurlijk toch anders. Op vakantie gaan als normaal. Ja. Dus Jules nu bij mij hier thuis. Om even alle sets heb je allemaal voorbereid. Je gaat de hoogzoon van Reiners meenemen. De bikinis, de slides, de handdoeken. Kijk, ik zie je koppie. Oh, ja. Dus het is wel heel gezellig. Jules heeft heel veel voorbereiding gedaan. Dus dat gaat ze jullie ook in meenemen. Ja, en wat ook heel leuk is dat mijn nichtje Lister is met Guillaume in Ibiza. Dus die gaan we ook ontmoeten. Dus de volgende week vlog zal voornamelijk zijn dat in Ibiza zitten, denk ik. Ja. Dus ik ga jullie meenemen in hoe ik mijn koffer ga inpakken in deze vlog. En voor de rest, ik ga nu even met die outfitjes bedenken voor Ibiza. Dus ga ik je ook laten zien wat ik allemaal meeneem. Hoe ik het stijl. En natuurlijk waar we verblijven. Hoe de reis gaat. Alles met een baby komt in de volgende week vlog. Hallo! Hallo! Goedie-do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 e. Oh, ik ga jou missen, Livia. Ik ga jou missen. Oh, dag! Ga maar zwaaien! Hoera! Hiep, hiep, hoera! Oh, ze gaat, kijk dan, ze gaat helemaal omhoog! Ja, ja ze zit. Oh. Ja, Leila. Trappen. Ze leunt op been. Kleine stuiter. Ga maar zwaaien! Ga maar zwaaien, dag jullie. Alsof je fijne vakantie. Hippie boera! En Rocket zit gewoon heel relaxed daar bij mama. Oké, ik ben het inpakken voor Ibiza. En echt, where to start. Voor Rocket moet ik denken aan lepeltjes, voeding, qua eten in de avond, tussendoortjes, luiers, doekjes, thermometers, zetpillen. Als je verkouden wordt voor de muggen. Genoeg luiers, genoeg doeken. Bijtdingen, tandjes komen door, dus daar ook voor. Oorbadjes, een neusdingetje, als je neus verstopt raakt. Nou, noem maar op en ik heb het. En het is hier Madhouse. We hebben net de koffers ingepakt. Ja, zoals je ziet, nou, ik heb echt een hele kant van Rocket met kleding. Veel te veel. Maar ja, ik weet niet of een sweatertje met een kort broekje prima is. Of dat ik alleen maar blote lichaampjes en kleine jumpsuitjes aandoen. Weet je wel? Nou, voor mij heb je koffers ingepakt. Het is hier nog één vaasje. Deze tas had ik bij Bo Binnens gehaald. Niet weet ik op vakantie ging. Nou, dit is dus onze travel bag. Ik heb geen luiertas mee, want ik vind dit makkelijker. Het is iets groter dan die. Dus dan kan ik ook nog extra kleedje voor de airco in het vliegtuig. Ik heb nu een wijd broekje gebracht voor Rocket. Maar ja, ik weet zelf ook heel goed, als ik een flare aan heb, komt daar al die airco onderdoor. Dus dat is ook niet chill. Maar goed, haar is gedaan. Ik zelf, alles moet nog... Kijk, ik ga je even laten zien. Wat ik allemaal heb gekocht qua medicijnen en allemaal dat soort dingen. Het ligt nog allemaal hier op de grond. Ik ga het dus even allemaal heel mooi organiseren. In van die mooie vakjes. Ik heb nieuwe rompers, fruithapjes, alles van Zwitserland. Massageolie, noem maar op. Maar het is hier ook, ja, één puin zo. En het was hier heel netjes. Dus ja, that is my life at the moment. We gaan morgen vliegen naar Ibiza met Daan en Romee en Bel. Dus daarvoor heb ik ook nog... Kijk, ja, ik blijf me kopen. Kijk, zonnebrilletjes voor Rocket. Boekjes. Als er tandjes doorkomen, heb ik tandenborsteltjes gekocht. Lepeltjes helemaal nieuw. Die ga ik nog eerst eventjes uitkoken. Nou, luiers. Nou, allemaal troep. Het is één met huis. En jij wil heel graag bij mama. En jij wil heel graag bij mama zitten, hè, de hele tijd. We gaan op vakantie. Oh ja, genoeg speelgoed moet ik ook meenemen. Dus al met al, druk. En heb net gegeten, zoals je kan zien. Ja, we gaan je luiers schoonmaken. Goedemorgen allemaal. Nou, vandaag gaan we dus vliegen. Ik denk, laat nog eventjes zien hoe ik alles een beetje heb ingepakt in mijn handbagage. Ik heb dus een mega grote tas mee. Hij is echt mega. Nou, wat heb ik daarin zitten? Proefmonstertjes van Skins. Dan heb ik mijn favoriete lipcombo erin zitten. Als die kwijten. Nou, mijn potlood is er dus al uitgevallen. Die gaan we even toevoegen. Maar dat is de Dior, kijk, Dior Lip Glow Oil. Met de MAC Cork Lip Liner. Nou,
een mondkapje, want dat is verplicht. Dan heb ik voor Rocket deze Chiara Ferragino X Nespresso beker voor zijn papje. Op zijn avondeten, want we gaan in de avond vliegen. Dat verwarm ik daarin. Dan kan ik dat meenemen. Dan heb ik, even kijken, een fruithapje voor in de ochtend als we aankomen. En stel onze koffiehap kwijt, dan heb ik in ieder geval de ochtendmaaltijd. En voor Bel, tussendoor snackjes en slabbetje, gezichtsdoekjes en een lepeltje. Nou, Rocket's tandjes komen door, dus ik heb deze vriend. Ja, Henry. Hij heet geen Henry, maar zo hebben we hem zelf genoemd. En ik vind deze beter dan Sofietje het giraffe, want daar komt viezigheid in en deze is helemaal dichtgezield. Een boekje, bijtringen, hydrofiele doek en een dekentje voor de airco. Nou, dan komt nu het allerbelangrijkste, vind ik. Ik ga natuurlijk met een baby op reis, dus ik heb hier extra mondkapjes. Ik heb wattenstaafjes voor zijn tandjes. Ik heb een muggenspray, ik heb zonnebrandolie, zink zelf, thermometer, voor mezelf een cremetje. Of voor Mike, sorry, niet scheermesje, sudocreme. En dan heb ik de daily dosis, dat is eigenlijk wat ik dagelijks gebruik. Als ik dat kwijt heb, word ik gek. Is de face wash van Clay & Glow gaat mee. De serum gaat mee. En de moisturizer. En dan heb ik eigenlijk nog een borsteltje voor Rocket, de gel. En hieronder zitten nog setpillen en allerlei andere pilletjes. Dus dit neem ik eigenlijk mee, wat dan standaard in mijn tas is. Stel mijn kofferbak kwijt. Luiers met doekjes, zwemluiers en nog iets. Een extra outfitje voor als hij zich onderpoept. En dan komt mijn make-up tas er nog in. Maar ik ga me nu eerst... Ik ben net wakker. Dus ik ga nu eerst even mijn gezicht schoonmaken met de Clay & Glow producten. En dan kan het in de tas terug. En dan klaarmaken. En dan ready voor naar airport te gaan. Zo spannend. Ik ga nooit make-up in de avond eraf. Dat doe ik wel altijd 's ochtends. Dus misschien is dit jullie routine voor zaken. Maar ik doe het 's ochtends. Ik maak mijn huid nat. Toevallig met een Clay & Glow washand. Dan gebruik ik de face wash van Clay & Glow. Ik vind het altijd heerlijk voordat ik op reis ga even mijn huid goed te reinigen. Door die airco's en alles wat je op de vlucht hebt. Dat mijn huid altijd heel droog van. Maar dat is iedereen persoonlijk. Dus ik vind het nu wel even lekker om mijn dagelijkse routine nu nog beter door te voeren. Ja, doe je cirkelen bewegen. Komt er zoveel viezigheid bij mij vanaf. Ook al denk je dat je gezicht schoon is. Maar ja, bij mij is altijd twee pompjes voldoende. En ik ga het niet over mijn ogen heen doen. Dat kan irriteren namelijk. Nek je mee. Nou, dan begin ik met de volgende stap. Dat is het serum. Dat is deze. Van Clay & Glow. Gebruik je iedere ochtend en avond. Ook, ja, ook het gezicht schoon te maken. Maar ja, ik ben af en toe te lui daarvoor. Om het ook elke avond het af te halen. Eigenlijk doe ik het altijd 's ochtends. Maar iedere huid er verschil in. Een paar druppeltjes is voldoende met het pipetje. En die doe ik eigenlijk tintelend overal aanbrengen. Het vermindert ook je poriën. Dat is bij mij echt een pre. Ik vind die best wel groot bij mij. En het is ook voor de huid beschermd. Als je op vakantie gaat is het alleen maar top. Hij wordt steeds droger. Nou, dit laat je eventjes goed intrekken. En daarna volgt eigenlijk stap 3. En dat is mijn favorite. De moisturizer. Ik heb net een nieuwe ontvangen. Zoals jullie zien. En die gebruik ik eigenlijk ook elke dag. En die denk je eventjes mama tijd te hebben. Dat de kleine nog even langer doorslaapt. Wordt hij wakker. To be continued. Stap 3 is dus de moisturizer, van, ook van Clay & Glow. Ik heb hier de kokosnoot en shea butter. En die maakt het voor mij dan ook echt af. Na het serum is je huid een beetje plakkerig. Aangezien het goed intrekt. En hiermee maak je huid heerlijk vettig. En het droogt ook weer op. Dus eigenlijk gebruik je de face wash natuurlijk om je huid zo schoon mogelijk te maken. Zodat de producten goed in je huid kunnen. 2 is echt een vitamine. De serum is echt een vitamine boost voor je huid. En de poriën te verminderen. En nummer 3 is echt om de huid weer lekker olieig te maken en het echt af te maken. En Clay & Glow heeft het nu als een daily set op hun site staan. Ik was begonnen natuurlijk met de moisturizer. Toen hebben ze de face wash uitgebracht, toen de serum. En nu gebruik ik ze eigenlijk alle 3 in mijn dagelijkse routine. En gaan ze ook zeker mee op vakantie. Ik stop ze weer terug in mijn etui. Wat meegaat op vakantie. En het is ook heerlijk dat je natuurlijk, als je wel veel in de zon of juist een hele droge huid hebt door de winter, want hier is het ook niet zo warm, dat je je huid gewoon goed verzorgt. En verder gebruiken wij dan ook eigenlijk niks anders voor onze huid. Ja, want wij gaan voor het eerst op vakantie. Wij gaan voor het eerst op vakantie. Kijk hier, hier is de camera. Rocket. Oh, oké. Oké, nou, dit is een beetje hectisch weer. Maar goed, dankjewel voor het kijken. Blijf abonneren en love.